Een scholierengala in Breda is op last van burgemeester De Pla afgelast. Door de drukte op straat kwamen bezoekers die naar binnen gingen in de verdrukking. En daarnaast zouden veel minderjarigen onder invloed van alcohol zijn geweest. Op de Facebookpagina van het gala klagen ouders over de slechte organisatie. Zo zou een dochter zijn ondergekotst en daarna zonder jas op straat zijn gezet.